Beste reizigers, wij komen aan in Brussel. Deze trein zal halt houden in Brussel-Noord, dus Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Eerst volgende halte Brussel-Noord. Ja, hulpdiensten voor tussenkomst voor de reizigers, dus medische bijstand. Dus ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Hè. Ik hou je op de hoogte. Goed, ça va. Ja, dus nu gaan we even moeten opletten. Ja, hij gaat ervoor zorgen dat de 1900 er niet komt achter vast te zitten. En ja, dan... Probeer hem zo snel mogelijk ergens. Gaat ze inderdaad wel wat lokale spoorveranderingen hebben. Ja, gaat goed moeten kijken. En nu... Het is alle hens aan dek in de Brusselse seinpost. Reden een interventie van de hulpdiensten in het station Brussel-Noord. Dus dit is het station van Brussel-Noord. De perrons 1 tot en met 12. Spoor 11 in Brussel-Noord is er momenteel tussenkomst van de hulpdiensten voor een gekwetste reiziger. En zo geraakt het spoorverkeer in en rond Brussel in de war. Snel schakelen is dan de boodschap. Bijna alle treinen, zal ik maar zeggen, van het netwerk die in België rondrijden, passeren door Brussel. Dus wanneer hier iets gebeurt, is de impact zowel bij ons als op de rest van het land dikwijls zeer groot. Vandaar dat wij zo snel mogelijk op de bal proberen te spelen om het verkeer toch in goede banen te leiden, om de impact voor het treinverkeer te beperken. Door operationele redenen heeft deze trein op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 12 minuten. Voor het ontstaan van Infrabel in 2005 hadden we 368 kleinere seinhuizen verspreid over het ganse land die treinverkeer heel lokaal beheerden. We zijn dan geëvolueerd sinds kort naar 10 moderne controlecentra, zoals dit hier in Brussel, van waaruit het treinverkeer heel globaal en heel overzichtelijk wordt gestuurd. En de reden van die concentratie is omdat je eigenlijk dan alles kan centraliseren, veel beter overzicht hebt. Je kan de communicatie efficiënter voeren met bijvoorbeeld de treinbestuurders. Goedemiddag, trafficcontroller, blok uit Brussel-Noord hier. Het is juist om u te laten weten dat wij nog een kleine kruising hebben met een internationale trein. Dus vanaf dat die in de junctie zit en de wissels vrijmaakt, kunnen wij u laten rijden. Geen probleem, goedenavond nog. Zeno is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het Noordstation. Hij bedient er de spoorwissels en de seinen. Hierbij zien wij onze sporen staan. Wij zien de routes dat de treinen gaan nemen. En ook de locaties van de treinen. Dus de rode lijnen is de locatie van de trein op dit moment. Met het treinnummer dat dan ook overeenkomt met onze grafieken, zodat wij exact weten welke trein waar is. Zo bepaalt Zeno dan welke trein voorrang krijgt en welke trein even moet wachten. Wij krijgen de diensttabellen binnen dat de treinen moeten volgen en wij houden ons daaraan. Dus elke trein heeft een voorkeur, elke trein heeft een prioriteit voor in de Noord-Zuidverbinding te gaan. Wij proberen ons daar zo goed mogelijk aan te houden. En dat kan er dus ook voor zorgen dat als er vertraging is, dat wij spoorwijzigingen uitvoeren in een station. Spoor 5, spoorverandering. De IC-trein naar Brussel-Schiphol-Zaventem van 10:36 in spoor 4 in plaats van spoor 5. Indien het conflict niet zou opgemerkt worden, wat bijna onmogelijk is, zal ik maar zeggen, dan zal het systeem eigenlijk zelf een keuze maken welke trein eerst zal verzonden worden naar dat betrokken spoor. Moest alles volgens de dienstregeling volgen, dan zitten wij hier ter controle. Natuurlijk, we zitten in Brussel en dat is zo goed als onmogelijk dat er geen vertragingen zijn. Dus wij zitten hier wel degelijk met een heel belangrijk nood. En daar slaagt Zeno de nagel op de kop. De Noord-Zuidverbinding is verzadigd. Elke dag rijden er 1200 treinen. Tijdens de spits zijn dat er 82 per uur. De absolute limiet, maar de vraag is wel groter. Er is een studie om bijvoorbeeld een nieuwe tunnel, maar dan spreken we over enkele miljarden euro's, daar is op dit ogenblik niets concreet van ofzo. Dus moeten we creatief zijn en kijken hoe we in de marge extra zuurstof kunnen geven aan die Noord-Zuidverbinding. Dat kan op vlak van infrastructuur, dat kan door een goede samenwerking tussen Infrabel en NMBS, dankzij de nieuwe technologie die we hebben. En vooral eigenlijk het beheer van het treinverkeer, wat hier in het seinhuis gebeurt, om dat nog verder te gaan optimaliseren. En zo moet de Noord-Zuidverbinding naar de toekomst toe efficiënter worden.